Welkom bij de IND. Dit is onze biometriezaal. Hiermee maken wij uw pasfoto voor op het verblijfsdocument. Registreren wij uw handtekening en uw vingerafdrukken. De biometrie is heel belangrijk voor het vaststellen van de identiteit en voor het bestellen van het verblijfsdocument. Ik ga een biometrie van u afnemen. Ik ga een foto, pasfoto van u maken voor op uw verblijfsdocument. Ook registreert uw handtekening en uw vingerafdrukken. U mag uw haren achter uw oren doen, zodat uw oren goed zichtbaar zijn voor de foto. Bent u er klaar voor? Ja. Mocht u een hoofddoek dragen voor de foto, let er dan op dat u egale kleuren draagt en geen figuurtjes helaas. Mevrouw, u mag uw handtekening plaatsen in het vakje met de pen. Ook bij de IND hebben wij coronamaatregelen genomen. Dus denk hierbij aan de plexiglas bij onze loketten, handdesinfecterende gel en alcoholdoekjes voor het schoonmaken van de biometriezuilen. U mag beide wijsvingers mag u plaatsen op de scanner. Oké, dan gaan we naar uw middelvinger. Dan gaan we naar uw ringvingers. Helaas kunnen wij geen biometrie afnemen voor kinderen onder de 1 jaar. Hierbij hebben we wel een andere oplossing bedacht. U kan een fotokaart downloaden via onze website. Dit is het voorbeeld van onze fotokaart. En dan kan u het fotokaart per post naar ons opsturen. En dan kan het pasje alsnog besteld worden. U bent klaar. Het verblijfsdocument wordt zo spoedig mogelijk besteld. En daar ontvangt u nog bericht over. Nou, dat was simpel.